We staan hier bij het monument bij Trimunt, tussen Drachten en Marum. Hier zijn 1943 16 onschuldige mensen doodgeschoten door de Duitsers. Maar daar gaat het nu niet om. Ik wil jullie iets anders vertellen. Deze video is voor jullie, mijn abonnees. Want wat hebben we een mooie tijd gehad. Een mooi avontuur met het maken van een documentaire over de bruggen van Coevorden. En wat heb ik mooie reacties gekregen van jullie. En dankzij jullie kunnen we doorgaan met het maken van deze mooie documentaire over de vergeten oorlogsverhaal. Dank jullie wel. Ik ben super enthousiast over wat er komen gaat. Ik heb namelijk voor 2026, het duurt nog even, een episch project over de wondstelling bij de Afsluitdijk. Een verhaal die vergeten is, maar waar iets heel belangrijks is gebeurd. En dat willen wij vertellen. Over moed, kameraadschap, ook over verraad. En ik neem jullie mee in dit avontuur. Maar dat is niet alles. Want dit jaar, en dat is van mei tot mei, heb ik 3 projecten. 3 documentaires. Wel korte documentaires, maar bijzondere verhalen over hier, wat hier gebeurd is. In Drenthe, Friesland en in Groningen. Dit zijn verhalen wat we inderdaad niet wisten. De vergeten oorlogsverhalen. Dus blijf kijken. Nogmaals bedankt voor alles. Voor jullie steun, voor jullie mooie woorden. En ik wil dit delen. En ik zit, wat ik al zei, zit bijna op 1000 abonnees. Dus we gaan door. Dank jullie wel. Maar voordat ik het vergeet, welkom onze nieuwe abonnees. Welkom bij ons YouTube-kanaal De Vergeten Oorlogsverhalen. En word een deel van onze gemeenschap. Zodat de verhalen, de vergeten oorlogsverhalen, levend blijven en door kunnen worden verteld. Dankjewel.